Woensdagmiddag is het vernieuwde groenpaviljoen van het Commanderijencollege locatie Dorengraaf heropend. De derdejaarsleerlingen Vincent Opsteen, Wesley van der Linden en Jorg Verhoeven deden dit op gepaste wijze. Jazeker, er is zeker veel veranderd. We hebben een jaar lang hebben we op de Pater van Delzenstraat gezeten. En in dat jaar hebben ze het complete groenpaviljoen eigenlijk opnieuw opgetrokken. Van alle ruimtes die we hadden, zijn er maar twee ruimtes zoals ze oorspronkelijk waren. Dus het complete gebouw is aangepast aan de huidige normen en aan de nieuwe tijd. Nou, onze oud-leerlingen en ouders ook van leerlingen natuurlijk, die zullen nog weten dat we een gebouw hadden wat in het midden in verbinding stond met een grote glazen kas. Nou, dat was een prachtig gebouw toen het 15 jaar geleden geopend werd. Het was echt een noviteit. Al onze collega's van groenscholen kwamen kijken, want we hadden een prachtig gebouw neergezet. Alleen door de veranderingen in het onderwijs bleek dat de kas die daartussen stond toch niet zo geschikt was om daar les in te geven. Je kunt je voorstellen, zodra de zon schijnt, dan loopt de temperatuur enorm op. En op het moment dat het winter is, dan kostte het enorm veel energie om daar enigszins een redelijke temperatuur te bereiken. Dus uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt van misschien is het verstandiger om ineens een duurzaam gebouw neer te zetten. Dat voldoet aan de huidige eisen, dat voldoet aan de tijd. En aangezien we het nieuwe profiel groen in gingen voeren, viel dat mooi samen en hebben we die verbouwing samen uitgevoerd met de invoering van dat profiel. Groen is wel een relatief traditioneel profiel. Natuurlijk draait het om de planten en natuurlijk draait het om de dieren. Maar van de andere kant zijn we ook heel innovatief. We willen ook uitstralen dat we een profiel zijn waar een hele sector achter zit met enorme nieuwe ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan drones in de landbouw. Denk aan zelfrijdende tractoren. Denk aan transportsystemen in de tuinbouw. Dat zijn enorme ontwikkelingen. Hierbij opening het groenpaviljoen.